Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je schoenen schoonmaakt. Sportschoen in dit geval, met zo'n stoffen bovenkant. Deze schoen was ooit hartstikke mooi wit. Zoals je kan zien is hij dat echt niet meer. En vandaag is de perfecte dag om dit te doen. En waarom, dat ga ik dus straks uitleggen, want we hebben in dit geval ook de zon nodig. Dus kijk mee. Oké, we gaan de schoenen in twee stappen schoonmaken. Eerst gaan we dat handmatig doen en daarna gaan we nog een speciale spray maken. Hartstikke makkelijk, heb je niet veel voor nodig. Maar zoals ik al zei, eerst even met de hand. Dat gaan we met een tandenborstel doen, want je kan hem wel in de wasmachine gooien. Maar dan heb je kans dat je schoenen of gaan krimpen of vervormen of gewoon heel lelijk worden. Dus we gaan het gewoon lekker oldschool met de hand doen. Je doet eerst een beetje water in een bakje. Een beetje warm water. En daar voeg je een klein beetje wasmiddel toe. Meng je even door elkaar. En dan gaan we nu eerst even de schoenen borstelen. Okay, je gaat eerst de grove vlekken weghalen met de tandenborstel. Dus modder, gras, noem maar op. Dit zorgt er ook voor dat diepere vlekken al wat schoner worden. Pak gewoon je tandenborstel. Ik zou er trouwens wel even een handdoekje onder leggen, anders wordt het zo nat en dat is helemaal niet lekker. En je gaat gewoon letterlijk je schoenen borstelen. Nou, ik heb de schoenen dus ingeborsteld met wat afwasmiddel, of tenminste wat schoonmaakmiddel wat je normaal in de wasmachine doet. En ik heb hem schoon geborsteld. En de grootste vlekken zijn er nu al uit. Het ziet er hier ook al een heel stuk witter uit. En de rand is ook weer netjes. Maar nu is het tijd voor stap 2. En dat is namelijk, we gaan even een spray maken die ervoor zal zorgen dat hij nog een stuk schoner wordt. En daar hoef je helemaal niks voor te doen, want als je hem hebt ingesprayed, zet je hem in de zon. En daarom zei ik ook, we hebben de zon nodig. Wat je voor deze spray nodig hebt, dat is wat citroenzuur en azijn en een plantspuit. Oké, dit is echt vet stom, want ik ben namelijk citroenzuur vergeten te kopen. En ik ben een spuitbus vergeten thuis, hoe ik naar Heerde toe ging. Dus ik ben nu bij Robert Heijn en we gaan even spuitbus halen en citroenzuur. En dan kunnen we weer verder met onze spray die onze schoenen weer broodschoon maakt. Citroensap. Lekker euroshopper. Nou, we hebben ons citroenzuur, sap. We hebben onze spuitbus. Die moeten we nog even leeggooien. Maar dat doe ik straks lekker in mijn gootsteen. Nou, we hebben alles. Ik heb even nog een fles gehaald en citroensap. Gooi hem gewoon leeg. We hebben het niet nodig namelijk. Ik gooi dit hele flesje citroensap er gewoon in. En de rest vul ik op met het azijn. Hou een beetje ruimte over, want je moet het ook gaan schudden en om het goed te mengen met elkaar. En dat gaat makkelijker als je nog een klein beetje ruimte erin hebt. Dit is je spray en dit is natuurlijk veel te veel, maar dat maakt niet uit, want je kan het op meerdere schoenen gebruiken. Of later als ze weer vies zijn, dan kan je het gewoon weer opnieuw gebruiken. Gewoon een voorraadje maken. Dan spray hem gewoon lichtjes in met het mengsel. Laat het nu minimaal een half uurtje in de zon staan. Liever nog wat langer, hoe beter. En check regelmatig of er al wat verandert. Oké, we zijn ruim een uur verder. En het is tijd om te kijken hoe de schoen er nu bij staat. Ik heb hem al tussendoor een beetje gecheckt. Hij voelt nog een klein beetje vochtig aan. Maar zoals je ziet, is hij hier echt weer helemaal wit. Mocht het bij jou nog niet het geval zijn, doe het dan nog een paar keer overnieuw, deze behandeling. Maar je ziet het, hij ziet er echt een stuk beter uit. Hij ruikt wel een beetje naar azijn, moet ik eerlijk in wezen. Maar als hij eenmaal droog is, deze moet nog even in de zon staan, dan is die geur ook meteen vervlogen. En heb je daar geen last meer van. Dan heb je gewoon een schoen die weer zo goed als nieuw is. Met een paar huismiddeltjes, super makkelijk. Want ik weet zeker dat je dit ook in huis hebt liggen. Oké, nu weten jullie, dit is de manier om je sportschoenen weer schoon te maken. Probeer het zeker uit en laat het ons ook even weten in de reacties of het heeft geholpen. Wat ik al zeg, als het hele hardnekkige vlekken zijn, probeer dan een paar keer deze behandeling. Want je zal zien dat die steeds schoner wordt. Deze schoenen waren echt al heel erg lang vies en ook hartstikke oud. En je ziet het, ze zien er al een stuk beter en een stuk witter uit dan dat ze waren aan het begin van het filmpje. Vind jij deze video nou handig? Vergeet dan niet te delen met iedereen die je kent. Was je nou niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. Ik weet zeker dat je er geen spijt van krijgt. Mocht je er wel spijt van krijgen, stuur dan even een berichtje. Dan gaan wij even aan de slag om te kijken hoe we dit leuker voor je kunnen maken. En zie ik jou de volgende keer bij handig. Dat is handig.